Van de G woonde voor hij de moord pleegde met zijn vriendin en kind in Harderwijk. Hij had geen strafblad en werkte voor de vereniging Milieuoffensief in Wageningen. Van de G controleerde of veehouders en boeren over de vereiste milieuvergunningen beschikten en spande procedures aan bij de Raad van State. De officier van justitie Koos Plooi eiste in de moordzaak levenslang, omdat de aanslag op fortuin de hele Nederlandse democratie trof aanslag vond immers vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen plaats en Fortuyn stond er goed voor. Ook toonde Van de G. tijdens de rechtszaak geen berouw. Het Hof veroordeelt hem uiteindelijk tot 18 jaar cel. In de aanloop naar zijn vrijlating heeft staatssecretaris Fred Teven geprobeerd hem langer vast te houden. Vier keer werd hem verlof geweigerd. Op 2 mei komt Van de G vrij met voorwaarden. Zo draagt hij bijvoorbeeld een GPS-enkelband en mag hij geen contact met de media of nabestaanden van fortuin opnemen.